Oh ja. Ja, we hebben een hele tijd niks gehoord van vroom-minister Alders. Nee. Maar deze week liet hij krachtig van zich horen in een vlammende openingstoespraak op de huishoudbeurs. De verpakkingen moeten nu echt anders. Geen dubbele bodems meer. De producent en de consument zijn allebei verantwoordelijk voor het product tot en met het afvalstadium. En er moet grote aandacht worden besteed aan het zogeheten terugnamebeleid. Vat ik het zo goed samen, meneer Alders? Ja, dat is wel, ja. Hey, ja. Ja? Ja? Dat je verder weinig aan toe te voegen. Ja, en dan zal dus de afvalberg in het jaar 2000 10% kleiner zijn dan in 86, hè? Ja, ongeveer. Ja. Er zijn bepaalde afspraken gemaakt. Ja, die afspraken heeft u gemaakt met de verpakkingsindustrie. Het klinkt een beetje flauw, maar bent u niet bang dat u bent ingepakt door die mensen? Dat iedereen maar wat belooft, nee. Maar dat u niks kunt besluiten en ja, maar nee, ik geloof niet dat we nou heel flink meneer Alders op zijn beleid moeten aanvallen. Nee, dat wil ik ook niet, hoor. Wij weten ook niks beters. Nee, nou, Van Ekelen op milieu. Ja, kijk, als je sterk dan in de tussentijd in je rug wordt aangevallen, hè, door je eigen partijgenoten, de heer Melkert. Ja. Als je dan ook nog Van Bukman op je donder krijgt, omdat ik zeg dat die veestapel naar werk beperkt moet worden. Hè, dan word je langzamerhand stondziek van al die dingen. En dan moet ik volgende week ook nog gaan praten met Aad Kosto. Over betere tralies in de gevangenissen. Want de Rijksgebouwdienst valt ook onder mij. Dus ik ben niet bepaald herboren uit het paasreces tevoorschijn gekomen. Ja, maar kunt u nou niet eens een beetje wild denken, meneer Alders? Afgezien van de haalbaarheid. Wat wild. Ja, dat doe ik ook wel eens stiekem. U zegt daar wild, hè? Zijn plannen om links uit te zetten op de Veluwe. Dat is natuurlijk prachtig. Net als Rotterdam ook prachtig. Dan zeg ik, waarom niet experimenteren, hè? Met die hyena's en aasgieren op de vuilstortplaatsen, hè? Dat die dieren de afvalbergen tot een acceptabel niveau terug eten. Nee? Ik weet wel, dat is een heel groot goed. Als je op zo'n huishoudbeurs naar kijkt, hè? Een torenhoge stapels met glansdrukwerken, folders en alles. Dan vraag ik me ook af, moet je op een bepaald moment niet overwegen om de vrijheid van drukpers in banden te leggen? Nee? Ik denk zelfs wel eens, als je nou consumenten en winkeliers en fabrikanten. Nee? En dat moet je natuurlijk controleren. Net zoals je de boeren controleert die een premie krijgen als ze om de kievitsnesten heen maaien. Als je bepaalde consumenten en fabrikanten en winkeliers die echt bewust aan de gang gaan met verpakking. Hè? Als je die nou zou belonen na verloop van tijd met een cd. Nee. U sloeg nou net zo lekker door. Ja, nou weer zo'n cd in een milieuvijandig doosje. Dat kan toch helemaal niet doen. Een cd, hè? Ja? Ja. Maar dan in zo'n ouderwetse bruine papieren puntzak. Nee. De cd. Geen beloningjes, geen snoepjes. Dank u wel. Dank u wel. Hij was nog net zo lekker bezig. Dank u wel. Dank u.